Hi, dit is de Yamaha True X-Bar 50A, een soundbar met een subwoofer. En dit zijn twee keer de X-Speaker VS-X1A, twee achterspeakers. Ik ben Ferdinand en in deze video vertel ik je wat ze gezamenlijk allemaal kunnen en wat mijn ervaring daarmee is. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, alle drie de producten, 1, 2, 3, vormen samen een volledige surround set met dus een subwoofer. En daarnaast kun je de twee achterspeakers ook nog los gebruiken als een Bluetooth speaker overal in huis. Zo dadelijk duiken we er verder in, maar zo zien ze eruit. Alle onderdelen van de setup hebben een matchend design. Allemaal dezelfde stof met koperkleurige accenten bij de grijze uitvoering, die ik hier heb, of zilveren accenten bij de zwarte uitvoering. Either way, ik vind het er mooi uitzien, zeker als je de hele set bij elkaar hebt staan. Nou, bovenop de soundbar en de speakers zitten de knoppen voor basisfuncties. En aan de voorkant wordt de geselecteerde bron aangegeven met een LED. En die LED's worden ook gebruikt om aan te geven of bepaalde functies aan of uitstaan. Nou, best handig. Daarnaast worden ook de LED's gebruikt voor het aangeven van de levels of het aangeven van de volumestand tijdens het aanpassen. Niet helemaal ideaal, omdat er meer volumetrappen zijn dan LED's. Dus als je twee keer het volume of drie keer het volume aanpast, dan zie je maar één LED'je verplaatsen. Maar goed, aan de andere kant, het werkt verder prima. Nou, verder zul je wel de eerste week eventjes moeten oefenen misschien op waar welk LED'je precies voor staat. Want vanaf de kijkpositie zijn de letters te klein om te kunnen lezen. Maar als je het eenmaal weet, dan is het handig om gelijk te kunnen zien welke functies aan of uitstaan. De meegeleverde afstandsbediening vind ik persoonlijk... ja, aan de grote kant voor een soundbar, maar je kunt er wel gelijk veel instellingen direct en gedetailleerd mee aanpassen. Zoals bijvoorbeeld de bron en de surround levels voor zowel rechts als links. Qua audio heeft de soundbar natuurlijk Dolby Atmos en vier sound modi waar je tussen je kunt wisselen. En dan krijg je net een ander geluidsprofiel dat dan beter past bij verschillende genres dat je aan het kijken bent. Ja, bij het wisselen hoorde ik lichte verschillen. Daarnaast heb je ook nog Clear Voice, die kan je aan of uitzetten en dan worden de stemmen iets verstaanbaarder gemaakt. Nou, in de soundbar zitten zes speakers, twee die naar voren staan gericht, rechts en links, twee die omhoog staan gericht, voor de weergave van Dolby Atmos natuurlijk, en twee ingebouwde woofers, voor de lage tonen natuurlijk, maar voor die lage tonen heb je uiteraard ook gewoon de subwoofer met een 6,3 inch driver erin zitten. Nou ja, het klinkt goed hè? Als je een film ermee aan het kijken bent. Je hoort details en door de subwoofer en de bass extension functie krijg je ook krachtige bassen bij explosies en bij botsingen. Nou, het lekkerste klinkt die dan toch als je de bas op standje 8 van 9 hebt staan. Wat mij betreft kon die nog wel een beetje extra laag gebruiken in het algemeen. Nou, en als je dan de twee achterspeakertjes eraan toevoegt, dan vormen ze dus in totaal een volledige True Surround Set met een vermogen van in totaal 300 watt. 180 watt in de soundbar, 100 watt in de subwoofer en dan in elke achterspeakertje 10 watt. Ja, voor de prijs van de gehele set, met dus die achterspeakers erbij, kan het krachtiger dan 300 watt. Maar je krijgt dan wel veel muziek en geluiden echt om je heen, waardoor je helemaal in die film zit. Dus wat dat betreft, de achterspeakers, zeker een toevoeging. Nou, en die achterspeakers zijn meer dan dat. Je kunt ze namelijk met één druk op de knop switchen naar de solo stand. En dan gebruik je ze dus draadloos als Bluetooth speaker. Ja, neem ze mee naar de keuken, de slaapkamer of waar dan ook. Ja, je kunt er ook voor kiezen om de standaardjes erbij aan te schaffen. Daarop laden de speakers automatisch op en hoef je dus niet iedere keer het stekkertje erin en eruit te halen. Wel makkelijk. De speakers zijn met IP67 volledig waterdicht, dus je kunt ze ook meenemen buitenshuis. Dat is wel lekker. Je krijgt 12 uur afspeeltijd op een volledige lading, wat genoeg is natuurlijk voor een dagje weg. En zoals ik zei, hebben ze een sterkte van 10 watt per speaker. Waardoor je dus genoeg volume hebt om in de tuin op tafel een muziekje op te hebben staan. Hou er alleen wel rekening mee dat de bas dus niet heel erg krachtig is. Alhoewel bij tv kijken of een film, ja, dan heb je er natuurlijk weinig last van. Want dan staat de sub ook aan die dus die taak vervult. Nou, verder moet je ze naast hun rol in de surround opstelling echt zien als een mooie
Bluetooth speaker. In de Yamaha Soundbar Control app bedien je simpelweg enkele dingen zoals de muziek, het volume en kun je een bron selecteren, ja, waaronder dus ook muziek of bestanden die op je telefoon staan. Verder speel je muziek af op de soundbar via Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 of natuurlijk ook gewoon via Bluetooth. En dat werkt eigenlijk allemaal prima. En met Alexa stembediening kun je dan vervolgens eventueel de muziek, het volume en de bron met je stem bedienen. Aan de achterkant vinden we vier aansluitingen. HDMI EARC, die zou ik gebruiken voor het aansluiten op je televisie. Een HDMI IN met 4K pass-through voor een andere bron. Of een alternatief een optische poort voor je televisie. En tenslotte een netwerkaansluiting voor eventueel stabieler internet. Samengevat, ja, ik vind het een mooie set. Ziet er goed uit. Daarnaast vind ik die switchfunctie bij de achterspeakers tussen een Bluetooth speaker en een surround speaker vind ik heel handig. Vind ik een leuke functie. Maar overal hadden zowel de soundbar als de achterspeakers wat mij betreft net wat krachtiger mogen zijn. Net iets meer vermogen. Nou, als je die surround ervaring wil en je kunt toevallig ook twee Bluetooth speakers gebruiken, dan kun je ervoor kiezen om dus twee achterspeakers erbij aan te schaffen. En dan eventueel dus ook nog die andere standaards. Want dan hoef je dus niet iedere keer dat stekkertje erin en uit te halen. Alright, ik hoop dat het nuttig voor je is geweest, deze video. Laat het zeker weten met een duim omhoog. Mogelijk vind je een van deze twee video's ook interessant. En wil je meer informatie over een van deze producten, klik dan op de link in de omschrijving. Voor nu, tot de volgende!